Bij een woningoverval in Den Bosch is gisteravond geschoten. Niemand raakte gewond. Twee meiden belden rond 8 uur 's avonds bij een huis aan de Kloosterlaan aan. En toen werd opengedaan, stormden twee gewapende jongens met bivakmutsen in het huis binnen. Het lijkt erop dat de meiden met de overvallers samenwerkten. De jongens eisten geld en in de woning werd zeker 1 keer geschoten. Het is nog niet bekend of de overvallers er met geld of spullen vandoor zijn gegaan. De politie is een burgernetactie en een buurtonderzoek gestart.